Vrienden van de darts, we zitten hier weer in onze karaoke-ruimte. Uh, daarnet had ik dus Arne de Grieze bij mij, organisator van dit toernooi. En zoals eerder werd gezegd in het interview, heeft hij een aantal leuke namen kunnen strikken. Niet in het minst hier de man die toch geregeld naast mij durft zitten bij VTM2 om commentaar te geven. Dag, Kim. Dag, Mathias. Kim, um, jij gooit hier nu op dit moment in, in Waregem. Um, afgelopen week. We kunnen er niet omheen. Je hebt gegooid op de pro tour, je hebt qualifiers gegooid. Mag ik aannemen dat hier een teleurgesteld man zit? Nee, toch niet. Toen ik net geopereerd was, zei de chirurg eigenlijk tegen mij dat ik niet in staat zou zijn om die pro tours te spelen. Ik was er toch en ik heb twee wedstrijden weten te winnen met toch wel goed spel: 100 average en 95 average. Dus uh, nee, nee, ik ben absoluut niet, te, niet, niet, niet teleurgesteld. Natuurlijk ook niet tevreden, want uh, de wedstrijd daarna zat er veel meer in het gemiddelde. Het was iets te veel, echt een piek en echt ja. een dal. Ja. Uh, dus uh, daar, daar uh, zie je dat toch die wedstrijd, uh, dat wedstrijdritme, dat dat nog niet volledig is. Uh, ook de qualifier, natuurlijk, ja, die van Antwerpen, maakt het extra pijnlijk. Maar ja, goed, als ik relativeer, wat ik ondertussen de laatste twee dagen heb kunnen doen, is dat ik toch wel vrij snel terug een goed niveau heb. En, en daar was ik een beetje bang van. Dat was ook voorspeld door de chirurg, dat dat niet echt mogelijk zou zijn. Maar toch is het zo. Dus ja. uh, daar ben ik wel blij van. Uh, toen ik de resultaten op de Pro Tour zag afgelopen week, zag ik inderdaad, je wint je eerste wedstrijd met een goed gemiddelde. Ik denk zelfs je eerste partij met een ton plus gemiddelde, als ik mij niet vergis. En dan inderdaad is er een verval in je tweede wedstrijd. Speelt de blessure daar parten? Of wat nee, speelde er nee. toen parten? Nee, ja. Ja en nee, natuurlijk speelt de blessure dan parten, maar niet wat de mensen denken qua pijn of qua fysiek ongemak. Ja. Dan speelt de blessure parten, dan zie je dat het, de dubbels daar niet goed waren. Okay. Ik verlies tegen Kevin Doets 6-0, maar ik moest eigenlijk 5-1 voorstaan. Ik mis heel veel dubbels. En daar merk je toch dat je de, die extra uren training nog mist om, om dan toch weer door te bijten. Dus daar merkte ik wel dat ik de laatste weken niet veel heb kunnen trainen. Nee, oké. Okay. ja, Kim, ja, de Eurotour in Antwerpen halen was toch een van jouw doelen die je had gesteld? Dus dat, je begrijpt toch dat ik de vraag stelde, ben je ontgoocheld of niet? Ja, tuurlijk, tuurlijk, hè. voor het eigen publiek. De eerste keer in Antwerpen. Ja, dat is een hele pijnlijke, hele zure. Maar goed, uh, ik heb ondertussen ook geleerd dat je niet te lang bij, bij de negatieve gedachten mag blijven hangen. Uh, doelstelling niet gehaald, maar goed, er zijn nog genoeg andere doelstellingen. Uh, dit jaar, die ik nog probeer te halen. Dus. Uh, ja, het is nu zo, uh, en dat moeten we aanvaarden. Die zou ik dan wel eens willen weten, Kim. Wat zijn ja, jouw doelstellingen uh, nog voor het jaar? Sowieso was een van die eerste doelstellingen. Was de, uh, de World Cup halen. Die ja. heb ik dan wel. Uh, die, die box is wel aangeklikt. Maar um, ik is bijzonder dichtbij gekomen. terwijl ik eigenlijk een, een, toch wel een, een rampzalig half jaar heb gehad. Maar goed, uh, die heb ik nog gehaald. Um, ja, World Cup, we zijn toch altijd een van de, van de outsiders. Dus ik zou er toch ook wel graag een goed resultaat zetten met het oog misschien op de Grand Slam of Darts. Dat zou nog een leuke zijn om te halen. Uh, ook omdat ik die al een aantal jaar heb moeten missen. Dus het zou wel fijn zijn als ik die ook nog kan, uh, kan halen. En dan hebben we ja, natuurlijk uiteraard het WK, hè, waar ik momenteel ook nog niet, echt, uh, nog niet goed voor sta. Maar ja, goed, daar uh, heb ik nog wel een aantal toernooien voor. Ja. Ja, je zegt zelf, je hebt een rampzalig half jaar achter de rug. Heb je daar verklaringen voor? Moeilijk, moeilijk. Het spel is er wel. Uh, het, het speelt zich heel veel in het hoofd af. Uh, wat sowieso heel veel mijn downfall al is geweest in het verleden. Ja. Uh, daar zijn we achter de schermen druk mee bezig. Uh, maar ja goed, zoiets heb je niet op, uh, op 1, 2, 3 um, klaar. Dus uh, geef het tijd, dat doe ik al lang. En, en, en het duurt. Naar mijn zin te lang. Maar ook die mensen die met mij backstage werken die zeggen: er uh, bestaat niet zoiets als te lang. Je moet het tijd geven. En, 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 en het komt wel goed als je, als je gewoon maar in gelooft in het proces. Wat zal er nodig zijn om het WK te halen, Kim? Want je geeft het zelf aan. Momenteel sta jij niet binnen de, geplaatste, of, of binnen de plaatsen voor het WK. Binnen ja, de nee, de, de resterende Pro Tours moet ik nog goed doen. Misschien toch nog uh, die laatste drie Euro Tours proberen meepikken. Um, daar zijn ook veel punten te verzamelen. Dus ja, gewoon nog goed doen. Ik denk dat dat uh, het belangrijkste is. Oké, okay. um, dan wens ik jou heel veel succes daarmee. Dankjewel. Je bent uh, hier trouwens ook nog aanwezig op het toernooi van, van Arne. Wat vind je ervan? Leuke locatie vind ik. Leuke dat. locatie, ja. Heel mooie bowlinghal. Um, heel leuk. Hè. Moest ik iets dichterbij wonen, zou ik hier mm -hmm. wel vaker eens komen vertoeven voor een gezellig avondje onder de vrienden. Um, dus nee, het is wel fijn. Het is leuk, leuke sfeer. Een uh, aantal uh, leuke namen inderdaad die hier zijn. Um, dus het is gezellig. Ja. Of vind je van de naam van de zaak? Ik vind die eigenlijk geweldig. Bowling Stones. Ik denk dat er in Antwerpen ook zoiets is als de Bowling Stones. Ja. Kom maar bekend voor. Nee, ja, klinkt goed. Klinkt goed Ik zou jou wel eens willen zien bowlen. Matthias kan je dat? Ik heb uh, vroeger nog een eigen bowlingbal gehad. Ik heb die thuis nog liggen. Oeh. Ja. Oeh. Maar mijn vingers zijn dikker geworden. Die passen daar niet meer. En wat is je record? Geen idee meer. Idee 74 meer. of zo. Nee, 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 nee. Zeker boven de 100, Sowieso. Honderd, 101. <laughs> Goed, uh, Kim, dankjewel voor, uh, voor je het uh, korte interview. En ja, voilà. Dit is uh, Persoon 2 die hier passeert in onze karaoke-ruimte. Kim, karaoke, is dat iets voor jou? Het zal wel zijn. Oké, okay, dat gaan we niet filmen. <laughs> Bedankt en uh, beste kijkers en luisteraars. En er komen zeker nog interviews met vooral Mario nog.